Vandaag werd het wandelpad ingehuldigd. Het wandelpad is ontwikkeld door het Dr. Heemrijks-comité. En via dat wandelpad kom je meer te weten over onze bekende Ninoofse dokter Frans Heemrijks. Hoe belangrijk is dokter Frans Heemrijks eigenlijk voor Ninove, voor ons als stad? Een heel belangrijke persoon. Hij is de eerste ereburger geweest die ooit aangesteld geweest is. En ik heb een jaar of vier geleden, een keer een speech gedaan naar aanleiding van het gedicht aan het monument. En toen heb ik gezegd, moest de grootste Ninoviter uitgekozen worden aller tijden, dan denk ik dat dokter Heemrijks wel een grote kans maakt om daaruit te komen als winnaar. Voor onze jonge kijkers, wat heeft hij precies betekend? Wel, hij was dus dokter en in die tijd was er wereldwijd, in de arme landen, was er dus een erge ziekte, lepra, wij kennen dat. En dus hij is echt naar India gegaan, naar Congo, om daar een nieuwe strategie uit te werken om op een goedkope manier eigenlijk die lepra te bestrijden. En dus hij heeft daar wereldwijde erkenning voor gekregen. En dus in Ninove niet alleen ereburger geworden, maar ook in middens organisaties die instaan voor epidemiebestrijdingen heeft hij echt grote waardering en grote erkenning gekregen. Dag Wilfried, jij bent lid van het Dr. Heemrijks-comité. Wat doet dat comité precies? Het Dr. Heemrijks-comité is gesticht in het jaar 66, denk ik. Toen de dokter nog leefde. Want hij is nog aanwezig geweest op een activiteit die het Dr. Heemrijks-comité organiseerde in het begin. Het is wel zo dat Dr. Heemrijks de Damianassie gesticht heeft. Hij was medestichter en ook de eerste medische adviseur van het Damiaanactiecomité in Brussel. Goedemiddag, Steven Dobbelaren. U bent de oprichter van het Dr. Heemrijks-comité. Ja, wij hadden in 1965 vernomen dat Dr. Heemrijks definitief ging terugkeren naar België. En ik was op dat moment voorzitter van het Davidfonds van Ninove. En ik dacht, het is het moment om die man de keer te laten komen vertellen over zijn leven. Wij hoorden dan dat het eigenlijk iemand was die heel zijn leven gewerkt had voor de melaatsen. En zij stelden dan voor, we gaan hem vieren in Ninove in de Roxy. En we gaan hem een geschenk geven. En een geschenk, dat was dan een auto om te werken voor de melaatsen. Maar toen die viering dan meer en meer bekend geraakte, hebben de mensen van Ninove en de omgeving steeds meer en meer geld gegeven. En uiteindelijk hadden wij op de viering zelf het geld ontvangen voor twee ambulancewagens, twee auto's. En wij hebben dan op de 13e werelddag van de melaatsen, dat was op 30 januari 1962, hebben wij dan onze, pardon, ik zeg 66, 30 januari 66, hebben wij dan dokter Heemrijks kunnen vieren. En sindsdien, en dat is echt niet te geloven, sindsdien hebben wij ononderbroken vanaf 66 tot nu eigenlijk altijd ons ingezet voor de melaatsen. U hebt dokter Heemrijks nog ontmoet, hè? Dus. En ik mocht dus op de viering van dokter Heemrijks de sleutels geven aan hem. En ik ben dan eigenlijk ook mij gaan bezighouden met de melaatsen. Ik heb het geluk gehad dat ik dan op eigen kosten naar India ben kunnen gaan, waar hij gewerkt heeft in Polambakkam. Ik heb hem daar gezien. Ik heb dan ook daar melaatsen gezien. En wij mochten dus aan de melaatsen die al genezen waren dan. Diegene mochten wij dan een banaan geven. Zo. Maar je verschiet er wel als je mensen ziet, zonder handen, zonder vinger, of mensen met één oog, zo, of mensen met zijn oren af zijn. Ik moet zeggen, dat vergeet ik nooit. Hoi.
Ze moeten nog komen, ze zijn nog aan het wandelen. Ah ja, oké. We zijn zeer blij dat we nu toch bijna 200 jonge gasten, jeugdbeweging, bij elkaar hebben gekregen. Die boodschap van Damiaan zeker verder zullen uitdragen. Want als we de jeugd niet informeren, dan moeten we er ook niks van verwachten. Hoe is het idee ontstaan van het wandelpad? Wel, precies om die figuur van dokter Emmerijks. We hebben dus onderweg 6 infozuiltjes waar dat de mensen met een QR-code kunnen op inloggen. En waar ze dan de dokter leren kennen als Ninoviter, maar ook als de dokter in die Congo, de Kasai in Congo. De dokter die dan nog een keer 10 jaar naar Polambakam, India gegaan is. En zijn levenswerk, Spreekuur onder de boom, dat was zijn methode. Hij verzamelde de mensen op de plaats waar ze woonden om ze daar te verzorgen. En dan vooral in zuiltje 6 laten we zien dat hij gans de wereld heeft rondgereisd om ook de staten en de universiteiten en de gezondheidsinstellingen van die landen te informeren. En als we die wandeling kunnen blijven doen, dan hebben wij dat te danken aan een organisatie, het Dr. Emmerijks Comité. Emmerijks Comité die ervoor gezorgd heeft dat we dat vandaag allemaal kunnen doen, maar dat we dat ook in de toekomst kunnen doen. En nu, dankzij het Dr. Emmerijks Comité, is er ook een wandelpad, hè, waar mensen zijn leven en zijn werk kunnen ontdekken? Ja, ik heb het juist gedaan, ook de wandeling, samen met mijn echtgenote. En dus wij zijn onderweg een paar jeugdverenigingen tegengekomen. Dat is heel belangrijk dat de jeugd inderdaad die boodschap meekrijgt van wat dat die man betekend heeft voor Ninove en voor epidemiebestrijding in de ganse wereld.